Ja, Karim, de club heeft er lang op moeten wachten. Je ziet de banners hangen. Hoe erg sta jij te popelen? Ja, voor mij ook zeker. Ik heb het nog nooit gespeeld. En ik denk ook heel veel spelers niet. Dus ik denk dat we er allemaal wel heel veel zin in hebben. En het is heel lang geleden. Dus het is mooi voor de supporters, maar ook voor ons. Je hebt gespeeld in Engeland. Kan er een beetje aan proeven. Waar liggen kansen tegen dit Manchester City? Ja, ik denk wel dat je sowieso niet te naïef moet gaan spelen. Want ik denk als je het een beetje opengooit, dat het dan gelijk afgestraft wordt. Maar ik denk hier thuis met de supporters erachter, dat we hier ook hebben bewezen dat we tegen grote teams gewoon, dat we ze het wel lastig kunnen maken. En met die vertrouwen gaan we er morgen ook naartoe. Gaan we even vertalen. The club has waited a long time and you have seen the banner already. Yes, indeed, I have never played this high before. And it has been a long time since I've played. Where are the chances at the moment? We shouldn't play all that naive and not play very open. And with a bit of luck and the supporters behind us, we can make it very tough for them. Als jij zegt, nog één vraag. Als jij zegt, we moeten niet naïef zijn. Betekent dat dat jullie meer defensieve zekerheid gaan inbouwen? Of in de verdediging of op het middenveld. Maar toch anders dan hoe we Feyenoord normaal zien spelen in de Kuip? Nou, dat zul je morgen wel achterkomen.